schitterend om te zien. We kunnen mee opgroepen dat ze proberen te laten afgezonderen. En dat lang ik het met de voetbal uit. Hey, hey. Hey, Anna. Ja, ich weiß nicht, ja. Hier ist es, den Davillo muss haben. Ja. Hey. Halbzeit.
Hey. 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 Hoi. Dan zijn we afgekomen, dan ben ik goed genoeg. Hallo Jan. Hela. Goed. Hey. Ziet maar toch. Ja. Papke past. Blijf een beetje nog staan, jongen. Van de lopen zak. Voilà. Allez, allez, allez. Ouais.
Hey. Ja. Hoi. Oké. Hey. Ik heb het niet gedaan. 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 Ik heb het niet gedaan.
Extra beetje energie. En maar helemaal op het einde toch nog een sprintje uit te persen. De finish bereiken. Ja, ik heb het graag. Mooi. Ah.
Met het nummer 1466 en heeft nog tijd voor een high five en een opgestoken duim. Alsjeblieft, 32 minuten en 15 seconden. Fantastisch. En ik heb zelfs de indruk dat je nog wat adem over hebt. Zo is het. En de tweede is hier ook al met het nummer 59. Prachtig, super gelopen. Fantastisch. Proficiat. Komt binnen. Een dikke proficiat voor Benjamin van den Berg. Mooie vierde plaats, Benjamin, proficiat. 154. Tom Denis. Stig. En dat is Joris de Boek. Stefan Weemaas. Even lang, niet om het te kleden. Ik denk Proficiat. Alle dit. Een knalprestatie, stuk voor stuk. Een diepe zucht. Maar nog fris genoeg, heb ik denk ik. Is hij zelfs hier dan? Nee, dat gaat nog niet. 40 minuten in knaltijd. Ja, denk ik wel. Geniet ervan. Proficiat, mannen, allemaal. Proficiat, stuk voor stuk, geweldige prestaties die hier worden neergezet. En aangemoedigd worden door je vrienden, klasgenoten, dat maakt het natuurlijk nog des te mooier. Een van onze jongere deelnemers die al aan de finish gekomen is. En hier de eerste vrouw, dames en heren, in 41 minuten en 30 seconden. En dat is Sharon Bogaert. Sharon, eerste vrouw, had je dat kunnen verwachten? En hier hebben we Astrid opnieuw, die daar straks de 5 kilometer gedaan heeft. Als ze eerst eens binnen nog doen. Nee, sorry. Geniet ervan. Dus Sharon, nu eerste vrouw in de 10 kilometer en Astrid, die de 5 kilometer gewonnen heeft, is nu ook nog tweede geworden in de 10 kilometer. Proficiat allemaal en welkom aan de finish opnieuw. En nog een sprintje voor een ereplaats. En zoals we dachten, de derde vrouw in aantocht. Met het nummer 130 is de derde vrouw, proficiat Jolien. Welkom. Straks kwart over vijf voor de derde. En de vierde vrouw. Ola Lauwers, vierde vrouw, proficiat.
Dus we hebben de eerste drie mannen, de eerste drie vrouwen in de 10 kilometer. Nu is nog even wachten op onze G-sporters en natuurlijk alle anderen die de finish bereiken. Intussen een verkwikkend buitje voor onze deelnemers en voor onszelf. Dat kan deugd doen na zo'n inspanning. Proficiat. 46 minuten en 22 seconden zijn we onderweg. Proficiat. Proficiat. En welkom terug. Hoi, ça va? De stad of wat? Ik heb een andere weg. Druppelsgewijs komt iedereen binnen. En druppelsgewijs is nu misschien wel de correcte uitdrukking. Proficiat allemaal in een schitterende tijd. Hè? 48 minuten nog niet zijn we onderweg. Niet vergeten jullie borstnummer meteen er weer af te halen. En in ruil krijg je een prachtige medaille. En ook een flesje water. En sommigen persen er nog een lekker sprintje uit in de laatste hectometers. Dan gaat het nog mooi vooruit binnen de 49 minuten. Luide aanmoedigingen van supporters, dat geeft dan nog dat extra beetje energie om er helemaal op het einde toch nog een sprintje uit te persen. Ik kan ook smaken. Proficiat jongens, goed gedaan. We zijn 50 en een halve minuut onderweg. Dus altijd nog met een gemiddelde van meer dan 10 kilometer per uur. Dat al deze deelnemers... Dus met z'n allen geleidelijk aan binnenkomen met de lach op het gezicht, dat is het mooiste natuurlijk. En af en toe een beetje uithijgen, moet ook kunnen. Er is dus nog een beetje marge en dat is ook altijd goed om te weten. Proficiat. En nog een fantastische sprinter hier uitpersen. Dan zit je nog heel goed. Als je dat nog kunt doen. Proficiat jongens. Doe je dan, joh.
Proficiat en welkom terug. Proficiat mannen, welkom terug aan de finish. Voilà, de felicitaties van de supporters. Opletten voor de sprint hier aan de finish. We zijn 54 minuten onderweg. En er is al een heel pak van het deelnemersveld binnengekomen. Proficiat. Een pelotonnetje intussen aan de finish. Welkom terug. En het moeilijkste van al is een borstnummer er terug afhalen. Die 10 kilometer savant, maar het borstnummer losmaken, dat is nog iets anders. Er staat een flesje water te wachten en een prachtige medaille in ruil voor het borstnummer. Dus als je erin slaagt om het weer los te maken, mag je het meteen weer afgeven. Welkom allemaal, terug aan de finish. Nee, maar die keer voor een finish, hè. Geweldig. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Nog kunnen babbelen onderweg. Klein beetje wel. Dus dan ben je in perfecte conditie. Goed genoeg. Goed genoeg, voilà, om een goede 10 kilometer af te werken. Intussen een heel pak deelnemers aan de finish. Allemaal nog mooi binnen het uur. Dat is ronduit fantastisch gedaan, mannen en vrouwen. En zelfs met een rugzak, om het nog wat lastiger te maken. Proficiat. Goed gedaan, maat. En André, 35 minuten. 35. Oh, hier gebeld. Ik kan het eigenlijk wel wat anders doen. 48. 48, zei dat geen doel. André, maak je deze begonnen. Ja, dat is wel een ander.
Maastricht na 6:30 en dan de tweede met Christine Chanet. Ik moet die vragen. Andere kleur van de stukjes gedaan. Inderdaad, finish. Tenzij je nog een rondje extra wil doen, natuurlijk. Wie goed is, kan gerust nog eens proberen er 5 kilometer aan toe te voegen. Die de 5 kilometer gewonnen heeft en dan ook nog tweede geworden is in de 10 kilometer. Dat hadden we in één en dezelfde vrouw. Eerste bij de 5 kilometer en tweede bij de 54 minuten en 15 seconden. Zijn we onderweg. Dus allemaal mooi binnen het uur. Proficiat en welkom terug. En dat is toch zo'n symbolisch moment. Toch met eigen dalen. Voilà, kijk. Dat lukt allemaal nog zeer mooi binnen het uur. 58, 59. En nu zijn we een uur onderweg. Goed gedaan. Just over het uur. En een dikke vloek eraan toegevoegd. Juist erop. Was het de bedoeling om binnen het uur te blijven? Nee. En dan dacht ik van niet. En kijk, net niet, maar ik moet wel denken dat de timing fout was. Voilà. En tevreden was het belangrijkste. De tijd is mijn opstig. Proficiat en welkom allemaal terug. In goede gezondheid. En nog een beetje aanschuiven. Borstnummer niet vergeten, er meteen weer af te halen. Dan krijg je een medaille en een flesje water in de plaats. En onze eerste G-spotter heeft ook de finish. En dus straks 5:15 de podiumceremonie. Ook voor onze G-spotters van de 5 en 10 kilometer. Welkom terug in Proficiat. Terug.
Ik vond het toch wel echt dankbaar voor deze stage, ja, absoluut. Nee, het was het heel mooi. Heel mooi parcours. Voilà, alsjeblieft. En nu gaan we een klein beetje schuilen intussen voor de regen. En dat maakt het heroïsch natuurlijk voor onze deelnemers die nu binnenkomen in apocalyptische omstandigheden. Het leven voor onze finishers niet meteen makkelijker. Wat water over je heen te krijgen. Proficiat. Een sprongetje erbij. Maar dat komt mij van de wind en water klaar. Dank je. Hallo! Dat is het wat. Oei, dat is ver nat van mij. Daarbij krijg je er gratis en voor niks bij wanneer de finish hebt bereikt. Het is nog wind tegen, ook in het laatste stuk. We zijn een uur en 9 minuten onderweg en nog wat seconden. Oh my god. Voilà, je bent er. Proficiat. Een uur en 10 minuten. Fantastisch. Goed gedaan, echt waar. Proficiat, dames. Het schrikken door een beetje water en wat hagel. Het moet op beeld vastgelegd worden. En het zijn fantastische beelden op deze manier. De rivieren Hofloop 2023. En daarmee is iedereen binnen.